U weet het natuurlijk allemaal. Paul McCartney is dood. Paul McCartney is doodgegaan. 9 november 1966 om 5 uur. Hij stapte in zijn auto, een witte Austin Healey, en reed richting huis. Werd geraakt door een truck. Vloog gedeeltelijk uit zijn auto en verloor een deel van zijn hoofd. Op straat stierf hij. En hoe weten we dat nou? Nou, dat weten we omdat Fred Labour prachtig onderzoek heeft. We hebben hier het allerbeste album aller tijden. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wat zien we hier? Wat is dit? Een begrafenis. Natuurlijk, dit is een begrafenis. U ziet het, hier staat een priester. Sonny Liston. Hier staan de rouwende oude Beatles, de wassen poppen. Hier staan de nieuwe Beatles. En hier staan alle gasten. Als je goed naar die hoes kijkt, zie je veel meer dan alleen dit is een begrafenis. Als we hier een spiegeltje houden, wat zien we dan? Nou, dit. One, he, die. Als je dus een spiegeltje precies hier houdt, zie je dit. One, he, die. En waar wijst het pijltje naar? Niemand anders dan naar Paul McCartney. Wat zien we nog meer? We zien, er zitten heel veel clues. Er zit een hand boven Paul. Hij wordt gezegend. We zien hier een pop van Shirley Temple. En wat zien we op die pop van Shirley Temple? Als je heel goed kijkt. Een witte Austin Healey. En wat zien we nog meer? Rijhandschoenen. Bebloed. De rijhandschoenen van Paul. Van de echte Paul. Het zit vol met clues. En niet alleen dit album. Ook andere. Kijk hier. Abbey Road. De voeten. De dode heeft natuurlijk geen schoen aan. Je ziet Paul McCartney lopen. Hij heeft geen schoen aan. Wat zie je nog meer? Je ziet John Lennon, de priester natuurlijk. Zie je vooraan lopen. Daarna zie je de begrafenisondernemer in zijn zwarte pak. En de dode. En je ziet hier de doodgraver achteraan. We zien hier een autootje. Een Beetle. En daar staat LMW. Linda McCartney Widow. 28. If Paul McCartney zou 28 jaar zijn op het moment dat het plaat uitkwam. Dit kan niet anders. Er staat de ambulancepersoneel. Daar staan ze. Ik wil graag handen zien van de mensen die geloven dat ik hier nu net op een wetenschappelijke manier heb bewezen dat Paul McCartney dood is. Waarom geeft niemand toe dat Paul McCartney al jaren dood is? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog Dr. Gerben Moerman.